Honderden kinderen en volwassenen heeft hij door zijn trainingsprogramma weerbaarder en meer zelfverzekerd gemaakt. En al meerder Jurie Zwart heeft over de methode waar hij mee werkt, een boek geschreven, de Black Belt Mindset. Nou, Jurie, is dit uur bij ons? Ja, Jurie, de Black Belt Mindset, dat is eigenlijk een soort staat van zijn, zo laat het zich een beetje vertalen volgens mij. Uh, wat is dat? Ja, dat is een goede vraag. Uh, goedemiddag iedereen. Uh... Uh, ja een staat van zijn is, Het is meer van oké okay, Ik probeer mensen naar, naar een hoger uh, hoge level uh, Te brengen En een hoger level is te brengen Oké okay, je beste versie van jezelf En Ja ik heb zelf, en ik ervaar het zelf, dat, dat vechtsport een perfect middel is om dat, uh, dat uh, te bereiken. Ja, want jij, jij hebt een eigen bedrijf, Warrior Academy heet ja, dat. Klopt. Um, en daar hou je je bezig met vechtsporten. En de, de elementen uit de vechtsport die je dan weerbaarder maken, die haal je dan meer naar voren, of hoe, hoe werkt dat? Ja, ik combineer, uh, combineer uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ik ben heel, heel erg daarmee, uh, daarmee bezig. En eigenlijk na, 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 na mijn schooltijd, na mijn studie, uh, ben ik eigenlijk uh, boeken gaan lezen die, die me echt interesseerden. Uh, waar, ik, waar, ik, waar ik echt praktisch wat mee kon. En uh, ik, ik ben heel praktisch gericht. En, en uh, ja, sindsdien ben ik echt verslaafd aan, aan die boeken. En, en mijn vrouw zegt ook altijd: uh, kom, komt u weer met zo'n boek? En daardoor ben ik dat elke keer gaan lezen. En, en ja, ik zie dat. Die combinatie tussen, tussen uh, het gedrag en, en het uitvoeren uh, uh, in de vechtsport, dat is, ja, dat is top, dat is geweldig. Maar had je daar zomaar behoefte aan om die boeken te gaan lezen en je daar helemaal in te gaan verdiepen? Um, nou ja, wat ik, wat ik zelf miste en, en eigenlijk nog steeds mis in, in, in het onderwijs, is dat, dat ja, ik, ik, ik leer dingen die, ja, die, die ik niet in de praktijk gebruik. Uh, nog steeds dingen ding dat ik denk van ja, ik wist het toen al, dat, ik dat, dat, dat ga ik nooit gebruiken. Ja, kun je iets concreet maken? Uh, ja, uh, dat goede. Ik, 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 ik deed een technische uh, opleiding uh, en daar moest ik een gasberekening uh, doen. En uh, ik had zoiets van ja, dat, dat ga ik, dan dat, dat mo moest ik, wekenlang moest ik, moest ik de, kreeg ik dat in, 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 uh, op school... Uh, en op een gegeven moment dacht ja, ik: dit ga ik nooit gebruiken. Waarom, waarom, waarom wordt dit überhaupt uitgelegd? Waarom, waarom moet ik dit leren? Maar wat wilde jij dan wel leren? Uh, ja, dingen die, die, die gewoon um, leren met mensen omgaan. En, ja, aldoende merkte ik. Ja, maar dat leer je toch vooral door met mensen om te gaan? Ja, dat, dat was een goeie. En, en dat, dat maar met, met mensen omgaan, zeg maar een beroep om met mensen om te gaan, dat, ja, dat, dat, dat zag ik nog niet. En, en ik wist ook nooit wat ik, wat ik wilde. Toen, ja, toen deed ik maar een technische opleiding, ik wilde iets met mij. Maar je handen. was dus heel erg zoekende. Ik was heel erg zoekende. ja. En, ja, en toen ja. heb je de vechtsport ontdekt. Uh, ja, ja of, of het heeft mij ontdekt, uh, dit, dat kan een wisselwerking uh, zijn. Maar ja, ik, ik, ik werd al heel vroeg uh, op, op vechtsport gezet. Uh, ja, het klassieke uh, op judo gezet. Ik, uh, ja, ik, ik was heel fysiek ingesteld en in nog steeds. Uh, toen uh, was mijn moeder zoiets van, uh, nou, ga jij maar even op judo, want dan kun je je uitleven. En, uh, ja, en dat gebeurde ook wel, ja. ja, ja. Nou, nou wordt judo vaak ingezet voor kinderen die um, ja, misschien wat timide zijn... en die dan wat leren om wat steviger op de grond te komen staan. Volgens mij is dat met judo toch? Um, ja, onder andere. Ja, ja. Een soort assertiviteit. Ja. Kinderen kunnen dan naar een assertiviteitskurs... maar er wordt vaak gezegd, ga dan even op judo. Ja. Dat, wat ja. is dat wat in die sport zit dat je misschien een beetje uit je schulp weet te kruipen? Um, het is contact maken. En dat is bij judo zo, het is, het is bij warrior skills bij, bij ons, maar het is bij eigenlijk bij alle vechtsporten, is ja vooral jongetjes die, die, die willen niet praten of die vinden het moeilijk om te praten en die praten door middel van te bewegen. Dus die pakken je vast en die gaan daarmee, dat is, dat is hun manier van communiceren. En daardoor, ja, daardoor is, is een vechtsport, ja, je raakt elkaar aan. En, 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 en daarmee communiceer je. Een jongen zegt in plaats van hou op of stop, hou op. En, en, die duwt die je, of, of die, die, ja, die pak je vast, of die ligt je op de grond. Zo, ja, dat, dat herken ik heel erg van, uh, van vroeger, dat je, dat je ja, gewoon fysiek. En wat, nog leer, steeds... ja, wat leer je daar uiteindelijk van? Want je zei, ja, de bedoeling is toch om je dan op een ja, next level, een, een hoger niveau te tillen. Wat, wat leer je daarvan? Van, de, van dat contact maken op die manier? Uh, je, ja, wat, wat ik zelf heb geleerd is. Uh, ik leer mezelf heel erg. Uh, m, ik leer mezelf ontdekken. Maar hoe dan? En, en wie, wie ik ben. En... Want je gaat Judo en dan ontdek je jezelf wie je bent. Dat zie ik nog niet helemaal voor me. Ja. Je hoort uh, wel, uh, uh, wij zijn geen vechtsporters. <laughs> ja, <laughs> uh, ja uh, wat ik bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben iemand die, die geeft geef graag gas. Ik ben iemand die, die recht door zij is. En dat. dat, dat dat uitzicht ook fysiek. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld met iemand uh, aan, aan het sparren ben, ik ben aan het stoeien, uh, een worstelpartijtje. Ja, ik ben niet, ik ga niet in de verdedigingsmodus, ik ga in de aanvalmodus. Ja, ja dus de manier waarop je zo'n vechtwoord beoefent zegt iets over je karakter en dat ontdek je dan eigenlijk daardoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. En als, als dus het ik, als... feit dat wij niet aan vechtsport doen, zegt eigenlijk ook alweer wat over ons. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Het, kan ook, het kan ook doordat je het juist gaat doen, dat je dan daardoor ervaart en bewust wordt van oh ja, ik, ik wist helemaal niet dat ik dat ik eigenlijk zo, zo fanatiek was. En dat ik juist heel, heel erg aanvallend ben of juist heel erg afwachtend ben. En het is beide, is het, is het, is het, is het heel krachtig. Ja. Want ja, soms is het moment om, om, om juist. Even, even pas op plaat maar te maken en even af te wachten. En soms is het. En daar ben je daar juist meer van bewust dankzij het feit dat je die sports beoefend hebt? Ja, want. want uh, uh, n, n, ja, ik merk steeds meer. Als ik alleen maar gas geef, uh, daar maken mensen gebruik van. Dus als ik alleen maar gas geef, dan, dan stapt iemand bijvoorbeeld opzij en die geeft me een stoot op, op, ja, op mijn hoofd. Uh, dus dan val ik. Elke keer in diezelfde val, zeg maar. Dus dan moet je meer uh, tactisch, tactisch gaan nadenken en. en, en ja, ja Jury. Um, ja, van tevoren doe je dan altijd een beetje onderzoek naar de gasten hè, ja. die, die dan ja. langskomen. Um, ik las dat jij als doel hebt om Almere trots te maken. Op, uh, ja, waar, ik dacht, wat, waarom zou je je eigen stad trots willen maken? Um, ja, dat is een goede vraag. En, en, um, um, als ik uh, het heb over Almere met niet almeres uh, dan hebben ze altijd een, 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 een. Ja, ze kijken altijd neer op Almere. En ik heb zoiets van ja, het is een geweldig mooie stad. En ja, ik ben, ik ben ja, geboren in Amsterdam, maar ik ben echt opgegroeid in, in Almere. Uh, tussen, tussen de heipalen toen de, toen de huizen werden ge, uh, gemaakt. ik had zoiets van ja, maar uh, wat. Wat, kijk eens omheen, kom eens naar Almere en kijk hoe, ja, kijk hoe mooi het is. Maar je vindt dus dat Almere ook wat weerbaarder moet worden? Uh, heel Nederland. Oh, heel Nederland? S serieus? Ja. 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 Wat, wat, wat is het wat nu ontbreekt dan bij de algemene Nederlander? Dan wat, wat is dan wat je nodig hebt om weerbaarder te zijn? Uh, ja, dat je tegen een stootje kan. Maar uh, oh, ja, zijn we een beetje softies met z'n allen? In jouw ogen? Euh, nou ja, niet iedereen natuurlijk. Ik wil niet, niet iedereen over één kamp scheren. En, en, ja, je zat daar uh, jongens. Maar uh, tuss... gewoon een beetje gemiddeld, hè? Ja, ja, gemiddeld denk ik zeer zeker. Want we, we krijgen het alsmaar drukker. Um, ja, kijk, het, het is ook wel logisch. Want heel veel ouders hebben gewoon uh, te druk. En om dan, ja, je, je kind dan ook nog in de tijd die je ze geeft, dan ook nog gaat straffen. Uh, terwijl dat misschien soms nog nood, goed, goed is voor de ontwikkeling van je, van, van je kind. Uh, ja, dan, dan ga je je kind een beetje pamperen. Uh, oh, jij bent een beetje van de harde hand? Uh, nou ja, harde hand. We, we, ja, we, we, gaan wel, we gaan wel aan de slag, ja. En, en, ja. ja, ik zeg altijd... Uh, uh, maar het is dat ouders ja. kinderen kort houden, dat ze geen avonturen meer mogen beleven. Is dat het en daardoor word je niet weerbaar? Of vul ik dat te veel in nu? Uh, nou ja, het is het overeenkomstgevende natuurlijk, maar over het algemeen zie ik gewoon dat, ja, gewoon dat, dat de tijd die we aan, aan de kinderen spenderen, uh, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon allemaal leuke dingen doen. Alleen maar leuke dingen doen. Uh, wat ook leuk is natuurlijk. Maar je moet ook een keer je kamer opruimen. Ja, ja, ja. Ook, eens, ook leren wat, wat discipline is, wat zelfdiscipline is, uh, respect hebben naar je ouders toe. Uh, ja, nou, als, dat, dat kost tijd om, om je kind dat te leren, om, om die gedragsverandering uh, in, in, ja, te, teweeg te brengen. En ja. we hebben het allemaal al zo druk. Ja, nou, The Black Belt Mindset is jouw boek. Ja. Um, uh, het is niet een heel erg super dik boek, maar nee. daar heb je bewust voor gekozen om het vrij dun te houden. Ja, hoe is, hoe, hoe, waarom heb je dat gedaan? Um, nou ja, zo, zoals ik zei, ik, ik ben heel praktisch, dus, dus ik heb eigenlijk gewoon. Um, um, ja, ik hou, ik, 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 ik hou niet van hele lange, lange uh, boeken en, en gewoon, oké, okay, wat is er nodig? Dat schrijf ik op. En als je dat leest, dan, ja, dan, dan, dan weet je het. Ja, soms, soms uh, lees ik zelf ook boeken en dan denk ik, ja, maar oké, okay, als je kijkt naar de kern, volgens mij de kern is, is, is tien bladzijden. Ja, wat is de kern van jouw boek? Um, de kern van mijn broek is, is, is dat, je, dat je, als je op een andere manier denkt, uh, groot te denken, um, dat je daardoor uh, veel meer uit jezelf kan halen. En, en ja, en, en dat, dat in combinatie met, met een versport. Ja, want het klinkt heel simpel wat je zegt, maar toch moet je best wel uh, je leven veranderen, denk ik dan. Um, ja, wat bedoel je ermee? Nou, uh, ja, als ik ineens groot ga denken, dan zou ik toch wel heel wat anders moeten gaan ondernemen dan wat ik nu doe, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat, 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 dat zie ik ook bij mezelf natuurlijk. Uh, maar wat, wat zie jij als groot denken eigenlijk? Uh, breder kijken. Dus breder kijken dan, dan, dan bijvoorbeeld alleen uh, al meren. Dus zoals, zoals nu ook. Maar ja, ik... betekent dat op reis gaan? Uh, Nee, grote denken in van: in, 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 oké, okay, bijvoorbeeld, uh, ik, wil, ik wil mensen weerbaarder maken. En dan denk ik, ja, maar waarom niet, niet heel Nederland weerbaarder maken? Waarom als, als, als er heel veel, uh, want ik ben eigenlijk in Lelystad begonnen. Heel veel kinderen in Lelystad hebben, hebben dit, dit trainingsprogramma nodig. Heel veel kinderen kunnen dit heel goed gebruiken. Nou, zijn we in, in, in Almere uh, ook nog verder gaan uitbreiden. Uh, nou, daar zien we ook heel veel kinderen die dat heel goed kunnen gebruiken. Nou, nu zijn we verder uitgebreid in Blarikum en in uh, Amersfoort. Um, ja, er is gewoon heel veel behoefte aan. Het is ook een kwestie van elke keer je grenzen verleggen, dus ook voor jou. Ja, uiteraard. uiteraard. Uit, uit, uit de comfortzone. Dat is ook iets van, uh, wat ik in, ook in het boek beschrijf. Ga, ga uit die comfortzone. En ja, als je, als je alleen maar inderdaad van, oké, okay, dit is veilig en dit is, dit, is, dit, ja, dit, is, dit is goed. Nee, durf ook juist die, 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 die enge kanten. Durf ook naar de, naar de pijn toe te gaan. En dat, ja, we willen, we willen altijd die pijn uit, uit de weg gaan. Maar je moet juist naar die pijn toe te gaan om, om te ontwikkelen. Maar heb je het, het dan over fysieke pijn of over mentale pijn? Alle twee. Fysieke pijn, dus, dus bijvoorbeeld uh, als je gaat opdrukken, ja, op een gegeven moment uh, ben je moe, heb je pijn. Maar waar zit de grootste groei, is op het moment dat het pijn is. Dat je dan toch je doorgaat. Doorzetten. Ja. En dat weten heel veel topsporters, weten heel veel topatleten. Uh, en, en ja, en de meeste mensen is het zodra het pijn begint te doen, dat ze gaan stoppen. Ja, wanneer stop jij? Ben uh, ik de volgende dag nog pijnen. Yeah. Ja? Ja, ja. Ja, ik, uh, ik, ja, op een gegeven moment, je gaat je grenzen verleggen. Dus op een gegeven moment, ja, iets wat, wat, wat vijf jaar geleden pijn deed. Ja, dat, 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 ja dan, dan lach ik, lach ik nu, lach je, uh, nu om. En dus elke keer, ja, die, 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 pijn, uh, die pijn verleggen. Ja, zie je veel resultaat bij de mensen, de kinderen met wie je werkt? Ja, ja, ja. ja. ja da, da, dus het is niet altijd even gemakkelijk. Het is ook hard werken. En ik hou wel van hard werken. Ik ben ook inderdaad gewoon ervoor gaan. En ja, als je dan een berichtje terugkrijgt van een ouder: dat, uh, dat, uh, dat, 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 dat ze echt gewoon zien dat, dat hun kind niet meer gepest wordt. Uh, dat ze, het kind gewoon echt persoonlijk aan het groeien is. Dat uh, het kind uit zichzelf uh, hun kamer opruimt, wat je zelf al aangaf. Uh, ja, dan, dan, dan gaat het kippenvel, uh, daar, daar, daar doe je het voor. En daar, daar ik wil, wil een, ja, de korte leven dat, dat we hier zijn, wil ik gewoon een impact uh, hier maken. En ja, het begint in, uh, in Flevoland, maar ja, het wordt heel, wel, wordt heel, heel Nederland. Ja, en dat, dat gaat gebeuren sowieso met de Warrior Academy die steeds verder uitbreidt. Ja, um, niet, dus niet alleen in Lelystad en Almere, maar ook in Amersfoort, Blarikum en binnenkort ook in Amsterdam. Ja? ja. Uh, en de Black Belt Mindset, waar kunnen we dat boek krijgen? Ja, um, ik heb er zelf voor gekozen om het op uh, Amazon uh, te, te publiceren. En op Amazon is het heel makkelijk, dat, uh, iedereen kan er gewoon bij. Dus uh, um, ja, je, 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 je gaat naar Amazon en je tikt in Black Belt Mindset. Of gewoon Jury Zwart. Of Jury Zwart. Ja. En dan, uh, dan ja, kan je hem gewoon uh, uh, kopen. Ja, dus je hoeft niet per se naar een. Uh, ja, kijk, Amazon, dat is een van de grootste warenhuizen ter wereld. Ja, mij wordt steeds grootste. groter, want je noemt het 20 keer. <laughs> ja. ja, ja. Nee, is ja. hartstikke goed. Ja. Ja. Uh, daar kun je dus vinden: de Black Belt Mindset. Uh, heel erg bedankt dat je er was. Super. Veel succes en uh, ga door met goed werk.